allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een betaalbare en makkelijke make-up look maken. Ik ga dus alleen maar betaalbare producten gebruiken die ook echt goed zijn. Dus ik ga jullie vandaag ook op de hoogte brengen van een aantal goede betaalbare make-up producten. En ook ga ik een leuke makkelijke look maken, want ik wil het allemaal niet te ingewikkeld maken. En ik wil niet te veel make-up doen, omdat we toch in een lockdown zitten. En de meeste van ons niet met een full glam make-up look naar buiten gaan. Dus ik wil weer gewoon een leuke everyday make-up lookje laten zien. En het ook betaalbaar houden tegelijkertijd. Dus ik denk dat jullie dit wel leuk vinden, omdat jullie altijd heel erg van betaalbare make-up houden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, omdat het vandaag een makkelijke look wordt, ga ik weer beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik deze e.l.f. Mint Primer. Mint Cooling Face Primer. Deze is echt super fijn. Ik heb ook een hele video gemaakt over de Mint collectie van e.l.f. En ik vind hem echt heel erg fijn. Als je wilt dat je make-up lang en goed blijft zitten, dan is dit echt de geschikte primer voor jou. Hij ruikt ook echt heerlijk. Hij ruikt echt zo naar mint. Als foundation gebruik ik mijn NYX Born to Glow foundation. Dit is een prachtige glanzende foundation met een medium dekking. Ideaal voor mensen met een normale of een droge huid. Ik heb de kleur Neutral Buff. Deze heb ik al eventjes niet gebruikt, dus ik ga hem weer gebruiken. Hij is al wel bijna op, dus ik heb hem echt vaak gebruikt. De spons die ik gebruik is van Shein, dus ook een hele betaalbare spons. En dit is echt een super, super fijne foundation. Ik ga even deze oorbellen uitdoen. The bigger the hoop, the bigger the... Kijk even wat voor een mooie glow deze foundation achterlaat. Hij heet ook Born to Glow en dat doet hij ook echt. Het is echt heel erg mooi. Om te gaan cream contouren gebruik ik deze cream contour stick van de Action van Max & More. Deze heb ik in de kleur Dark. En dit is echt een hele, hele fijne contour stick. Hij is zo heel mooi warm. I love it. Ik heb niet al te veel aangebracht. Gewoon een klein beetje om een kleine contour te creëren. Als concealer gebruik ik de Catrice True Skin Concealer. Deze heb ik in de kleur 032 Neutral Biscuit. Ook dit is een hele mooie glanzende concealer. En het heeft een medium tot volledige dekking. En dat vind ik heel mooi. Ook de kleur vind ik heel mooi. Het is niet een te lichte kleur, maar het heeft wel een beetje een olijf ondertoon, zeg maar. En dat vind ik heel fijn. Je ziet niet heel vaak olijven ondertonen terug in betaalbare make-up. En dan ga ik ook gewoon gelijk de Catrice True Skin poeder gebruiken. Deze heb ik in de kleur 010 Transparent. Ik weet niet eens of er andere kleuren zijn. Maar volgens mij is er maar één kleur. En hiermee ga ik even baken. Wat houdt baken in voor de mensen die het niet weten? Dat is gewoon zo heel veel poeder aanbrengen op je gezicht. Waardoor alles beter blijft zitten en mooi en mat wordt. Dit doe ik op alle plekken waar ik de concealer heb aangebracht. Omdat concealer altijd gaat creasen en zo. En dat is niet zo mooi. En dan ga ik ook nog poeder contouren met dit Revolution paletje. Ik gebruik deze kleur om mijn neus te contouren en een beetje bij mijn wangen. En dan een beetje MAC Fix Plus om alles mooi in elkaar te smelten. Oké, dan ga ik echt de meest makkelijke ooglook ever maken. Ik gebruik hiervoor mijn nieuwe Makeup Revolution X Friends paletje. Dit is echt een super, super mooi paletje met heel veel neutrale kleurtjes. Ik heb een hele video gemaakt over deze collectie. Die staat al op mijn kanaal, kun je gewoon bekijken. En ik ga vandaag een beetje de rozige kleuren gebruiken. In die andere video heb ik vooral de bruine kleuren gebruikt en goud, zoals je kunt zien. Maar ik denk dat ik vandaag een beetje voor, ja, roze ga. Ik ga beginnen met deze kleur hier, die heet Kips. En die kleur ga ik een beetje zo wild aanbrengen in mijn hele arcadeboog. En die kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik de glanzende kleur hier, die heet Dollhouse. Die pak ik gewoon zo een beetje met mijn vinger en die breng ik dan zo aan op mijn hele ooglid. Oh wow, deze is echt super heftig. I love it. Ik vind het altijd zo mooi als glanzende kleuren ook echt, ja, heel erg glanzen. Dan pak ik de glanzende kleur hier, ik of Ike of zo. En die kleur breng ik dan aan in de binnenste ooghoek. Mensen, kijk even hoe mooi deze glanzende kleur is. Hij is ook zo'n beetje goudrozig. Hij is niet alleen maar roze.
Heel mooi. Dan ga ik dit nude oogpot loodje van Essence aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dit is de Essence Inner Eye Brightening a Pen. Dan is het tijd voor mascara. Ik gebruik deze waterproof Lash Princess mascara van Essence. Dan is het tijd om mijn gezicht te gaan bronzen. Ik gebruik mijn Morphe Megastar bronzer. Het is een betaalbare bronzer. Ik weet niet echt of dit... Ja, het is niet heel goedkoop. Maar naar mijn mening valt deze nog echt net in de betaalbare categorie. En als betaalbare blush gebruik ik deze van She Glam in de kleur Good Vibe. Echt een super mooie, beetje roze peachy kleur. Het is een roze en peachy door elkaar, naar mijn mening. Een van mijn fave highlighter paletjes is deze van MUW. Ik hoop dat die nog te koop is, want deze is echt super mooi. Dit is de Light Luster Highlight Kit in de kleur Golden Delight. En ik mix altijd deze twee kleuren met elkaar. Deze highlighter, jongens, amazing. Betaalbaar en echt geweldig. Dan de lippen. Ik gebruik deze matte liquid lipstick van de Ethos. Deze heb ik in de kleur Sleepless Nights in New York. Is echt een hele zin. En dan ga ik ook nog in met deze Essence Shine 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 Clear Lip Gloss. Deze was ooit doorzichtig. En dan als laatste een beetje fixing spray. Ik gebruik deze W7 Ready Set Glow Fixing Spray in de kleur Rose Gold. Deze is ook bijna op, dus ik wil hem eventjes opmaken en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik heb ook geen nep wimpers op. Oh mijn god, dat is ook heel uitzonderlijk voor mij. Dit laat echt weer gewoon zien dat je geen dure make-up nodig hebt om een goede, mooie make-up look te maken. Deze look is ook echt super makkelijk om na te maken. Vooral de ooglook. Ik heb letterlijk gewoon twee kleuren gebruikt uit dit paletje. Het is echt een super fijn paletje, by the way. Ik raad hem echt zeker aan. Ik vind het heel erg mooi. Ik vind roze me altijd heel mooi staan. Je kunt er ook een mooie wing bij maken, maar dat heb ik niet gedaan, want ik wilde het makkelijk houden. Oké, ik heb ook even een wing gemaakt, zodat jullie ook deze look kunnen zien met de wing. Met de wing is het ook heel erg mooi. Ik hou altijd van een wing, want dat maakt mijn ogen altijd zo iets meer amandelvorm en foxy eye. In plaats van zo klein en rond, hoe ze echt zijn. Dus dit vind ik ook heel erg mooi. Dus dit is ook nog wel gewoon mooi naturel, maar het geeft toch wel weer een beetje iets extra's. Dus ja, dit is het dan voor vandaag. Laat me weten beneden in de reacties wat je vond van de look en van dit soort video's. En laat me ook eventjes weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. Want die maak ik met alle plezier en ik ben altijd op zoek naar inspiratie voor video's. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!